De overheid moet naar zeggen van de Vereniging van Economisten in Suriname, de VES, met een ander oplossingsmodel komen als het gaat om de berekening van de nieuwe stroomtarieven. VES-secretaris Steven Debbie Persat zegt dat de overheid beter zou moeten uitleggen waarom het noodzakelijk is dat er forse verhogingen komen vanaf 1 juli. Dus die lucht moet eruit, die lucht en die prijs moet eruit. En je begint door openbaarheid te geven aan hoe precies de kosten tot stand komen. Wat precies de onderdelen zijn waardoor het totaal plaatje zo hoog is geworden. Geef rugbaarheid daarvan, laat de samenleving inzien wat het allemaal is, zodat we ook kunnen zeggen van hier mag even. Dit stukje, dat is een inefficiëntie, daarvoor kan je mij niet laten opdraaien. Dus dat is het eerste gedeelte. Het tweede gedeelte is, in elke samenleving heb je mensen die een reserve hebben. Mensen die, die bereid zijn om meer te betalen voor een product waar de prijs niet van opgedreven is. En een deel van de samenleving die dat echt niet meer kan. Debbie Persat zegt verder dat het besluit van de regering op een verkeerd moment is genomen. De druk op de samenleving is op dit moment al bijzonder zwaar en dus moet volgens de econoom de vaststelling van de nieuwe tarieven in heroverweging worden genomen. Een deel van die samenleving die zoveel te maken heeft met geldontwaarding, met al die andere prijzen die omhoog zijn gegaan, dat ze dit laatste echt niet kunnen betalen. Dus die groep moet beschermd worden. Er moet een kostenstructuur niet bepaald worden door de maatschappij zelf of door adviseurs van de regering, maar na goed overleg en na met echt transparant beleid, na goed overleg binnen DNA, moet het loop worden doorgehakt van wat precies is waarvoor dit land gaat betalen en hoe ga je dat precies afwentelen op de huishoudens, op de bedrijven en zeker de mafinaal. Debbie Persat zegt dat de berekeningen waarmee de samenleving geconfronteerd raakt een schrik-effect heeft en is van mening dat de discussie over de stroomtarieven in de Nationale Assemblée al bewijs zijn dat er andere oplossingsmodellen nodig is. Het geklaag binnen de samenleving over de ondraaglijkheid van de nieuwe tarieven moet volgens de VES ook worden meegenomen. De vrees is dat velen de bedragen niet zullen kunnen betalen, met alle gevolgen van dien.